Filip en Hugh Hekkenberg van Mark Nessen Duurzaam. Wij zijn een bewonersgroep in, zoals de naam al zegt, in Mark Nessen. Wat wij proberen te doen is om andere bewoners in ons dorp te betrekken bij het zetten van concrete stappen op het gebied van duurzaamheid. Dus dat is bijvoorbeeld de toename duurzame energie of energiebesparing. We zijn 2 jaar geleden begonnen met een gezamenlijk inkoopactie voor zonnepanelen. Daar hebben we als tweede project een vervolg aan gegeven. Daarmee hebben we in totaal 23 huishoudens in ons dorp zonnepanelen aangeschaft. Wat we zagen is dat toen er eenmaal een deel van de zonnepanelen lagen, dat meer en meer mensen ook zonnepanelen buiten deze projecten aanschaften. Dus dat heeft een versterkend effect blijkbaar. Momenteel hebben we een energiebesparingsproject lopen. Daarvoor hebben we een jaar lang elke 2 weken in de dorpskrant publiceren we een artikel met concrete tips wat je thuis kunt doen. En als onderdeel van het energiebesparingsproject verschaffen we nu gratis isolatiemateriaal. Het is materiaal wat uit Wolfga komt, van een bedrijf dat koelvrachtwagens isoleert. Voor hun is het afval, voor ons is het heel goed bruikbaar om onze huizen mee te isoleren. We hebben momenteel, we zijn nog maar net hiermee begonnen, maar nu de eerste 12 aanvragen binnen. Dus ook daarmee denken we weer een stap te kunnen maken in energiebesparing. Voor de toekomst hebben we nog heel veel ideeën. We zouden heel graag bijvoorbeeld in de sluis in het dorp, zouden we de waterkracht willen gebruiken om energie mee op te wekken. Er zijn woningen die het dak verkeerd hebben staan, dus niet goed op het zuiden gericht. We zijn aan het kijken of het mogelijk is om zonnevelden in het openbaar groen te zetten, waardoor ook die huizen zonnepanelen kunnen gebruiken. Er zijn nog heel veel ideeën waarover we in gesprek zijn met andere bewoners en met dorpsverenigingen, met de gemeente. Dus we gaan nog heel wat doen in ons dorp. Wat wij denken dat belangrijk is, is dat om in je eigen omgeving, in je eigen wijk, in je eigen dorp, eigen straat, om daar met elkaar samen te werken op het gebied van duurzaamheid. De overheid heeft doelstellingen en de overheid zet stapjes. Het bedrijfsleven begint ook steeds meer duurzaam te werken. Maar wat veel in Nederland nog ontbreekt, is bewonersgroepen die zelf in hun eigen omgeving stappen zetten. Een heel deel van de duurzaamheidsoplossingen is gedragsverandering, zijn de concrete praktische oplossingen. Dus laten we daar met elkaar werk van maken en laten we als bewoners zelf dus initiatief nemen in onze eigen omgeving.